Dan gaan we verder met de volgende, boys. En dat denk ik is de standenklasse. Ja, weg zijn ze weer. Even kijken hoe ver de eerste bocht gaat door. Ja, eentje in de ronde. En dat is Reinie Huizinga zo te zien, de 877. We gaan verder met de wedstrijd en het is op kop. Peter Haagsma, dan Arno Hartog en Jo Brouwer zit er ook heel dichtbij. Ook heel even naar de 517. Hij rijdt hier op de tweede plaats. Jill Brouwer, Wijnand Bosinga, dat zijn de eerste vier vijf in deze mooie van de standaardklasse. Er is Peter Haagsma die de compositie heeft, dan hier even kijken, Eeuwen Heestra. En op een derde plek, dit moment Arno Hartog. Proberen daar even naar de binnenkant voorbij te steken bij Peter Haagsma, dat lukt niet net. Dus hier steeds 590, op de eerste plaats, op de tweede plaats, de 517 van Eeuwen Heestra. En op een derde plek nu een strijd tussen de 588 en de 824. Hier gaan we. 596, 517, 588 en de 834. En daar brengen we de 571. Om René Visser, jawel, van RKV Training. En zo meteen gaan we bordje van laatste ronde kijken hoe het gaat aflopen hier in deze mooie van de standaardklasse. Op dit moment nog steeds dezelfde drie mannen op de eerste drie plaatsen. Peter Haas op de eerste plaats, op de tweede plaats Eeuw Heestra, met derde plek Arno Hartog, dan Wijnand Bosinga. En het is Jacco Beurs van de 571 van Jacco Beurs die daar rijdt. Laatste ronde zijn we bezig en hier komen ze aan, de geel-witte auto, tenminste het hoort wit te zijn. Op Peter Haagsma, hij pakt hier de meeste punten. Tweede plaats, Ulle Heestra. En het derde gaat naar Arno Hartog, Don, Jacco Meurs, Wijnand Bosinga, Jill Brouwer, Josse Douwens en Hekkensluiter, Reinie Huizinga.